Dus vandaag is het tijd om hem terug te pakken. Pak een bekertje, schep er wat oortjes in. En dan zet je het gewoon weer. 3, 2, 1. Oh my god! Oh my god! Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag is een best bijzondere dag. Zoals jullie weten zit ik de afgelopen 3 weken bij Enzo al in huis. En Enzo heeft me een paar keer best hard aangepakt, dus vandaag is het tijd om hem terug te pakken. Hij is net weggereden op de motor samen met Miron. En Miron zit ook in het complot, dus die laat ook weten wanneer hij terugkomt. Wat we allemaal hebben. We hebben inpakpapier, we hebben bekertjes, we hebben ballonnen, we hebben post-it notes. Met het inpakpapier gaan we natuurlijk dingen inpakken. De bekertjes gaan we vullen met de mooie Orbeez. Eigenlijk wilde ik het met water doen, maar we willen het niet nat maken. Dus Orbeez en Orbeez zijn wel een beetje nat, maar dan wordt de vloer tenminste niet nat. Met de post-it notes gaan we dingen beplakken. En als laatste gaan we de ballonnen gebruiken om een hele kamer te vullen met ballonnen. Dus wat het als volgt wordt, deze kamer die jullie hier helemaal zien, gaan we gebruiken voor eigenlijk alles, behalve voor de ballonnen. Want de ballonnen gaan we namelijk in de studio doen, zodat als hij terugkomt, loopt hij hierheen. En dan denkt hij, wat is dit? En dan uiteindelijk loopt hij naar de studio en dan is er nog iets. Dus genoeg te doen. Dit gaat heel veel tijd kosten, dit gaat heel veel werk kosten. Dus heb je alvast zin in deze video, laat zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden, rood de 100k. Samen met je boy Lars achter de camera. We beginnen als eerste met het inpakken van in ieder geval de bank. Dat is eentje. Ik denk dat het peace sign ook wel sick is om in te pakken. En dan moeten we kijken hoeveel we nog overhouden. Het eerste object wat we gaan inpakken is deze hele mooie grote bank. Die gaat het meeste inpakpapier kosten. Dus laten we daarmee beginnen. Dan weten we hoeveel we overhouden. En dan weten we ook wat we nog meer kunnen inpakken. We gaan ze er eerst allemaal overheen leggen. Daarna gaan we ze vastplakken. En dan gaan we kijken of het werkt. Let's go. Alles ligt er nu op wat er overheen zit. En we hebben om precies te zijn 5 rollen gebruikt, maar ik denk dat we er nog wel 3 nodig hebben. Nu gaan we het vastplakken en dan gaan we de hele bank helemaal inpakken. Het volgende idee wat ik had is om deze mooie piano hier achter mij helemaal vol te plakken met post-it notes. Deze is namelijk niet makkelijk in te pakken, maar die post-it notes die kan je wel lekker tegenaan plakken. Dus dat ga ik nu doen. Ik zit nu ongeveer op de helft. Ik heb 1 heel blokje af en we gaan nu verder om ervoor te zorgen dat de hele piano vol zit. Lars gaat de piano afmaken, Nicole maakt de bank af en ik ga alvast beginnen aan de tv. Maar kijk eens naar de bank. De bank is af. Mooi, maar hij is af. Hij is helemaal ingepakt. Nice, lekker Nicole. Hoe gaan we er nu op zitten? High five. Ik zou er echt zo in willen springen. Ja, maar dat... gaan we niet doen, pas later. Nee, pas op het eind, ja. Dus nu gaan we aan de slag met de tv en met Peace logo. Die gaan wij samen doen, Nicole. High five. Let's go. Gaan we daarmee beginnen? Ja, die is leuk. Okay. Het Peace logo is ingepakt. En we moeten een beetje opschieten, want Enzo die kan best wel snel terugkomen. Dat weten we niet 100% zeker. Dus ik ga alvast beginnen aan de bekertjes. Oké, dit is nu de piano. Nou, dan zie je niet meer echt dat het een piano is. En nu zijn we aangekomen bij de bekertjes. Ja. En wat doen we? Pak een bekertje, schep er wat Orbeez in. En die zet je op de grond neer. En dat proces? Ongeveer voor 2 uur lang. De tv is ingepakt. Deze is bezig met ingepakt worden. De bank is ingepakt. Nicole is bezig met de keukentafel. We hebben hier al wat bekertjes staan. We hebben de piano gedaan. Die willen we ook nog doen. En ja, dames en heren, dan wordt het al een heel mooi geheel. Het duurt nog wel even, maar we doen onze best. En dan heb je inderdaad ook wat Lars al zegt. Ik heb snel deze bekertje afgemaakt. Maar dit moet dus nog iets van 30 keer. En ik ben hier wel ongeveer 10 minuten mee bezig geweest. Hier hebben we de tafel nu bijna helemaal ingepakt. Die is al helemaal ingepakt. En eigenlijk moet alleen die nog. Holy moly. Ik was eventjes weg. En kijk wat deze mensen hebben gedaan. Ik moet er even kijken. Kijk, dit staat ook echt al helemaal vol. Dit is echt niet normaal. Dus we hebben nu de tafel, de piano, de bank, dat tv. Allemaal balletjes hier, echt niet normaal. Nicole, high five, lucht high five. Lars.
Jullie hebben voorlopig al even genoeg timelapses gezien. Dus wij gaan een heel groot deel nu even afbouwen. En dan zie ik jullie zo terug. Oké, we zijn nog steeds bezig met de bekertjes. En die zijn al best wel ver. Ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar nu was het idee van Nicole, wat super slim is. Ik heb er zelf niet over nagedacht, maar dit is echt geweldig. Om deze mooie deuren vol te plakken met post-its. Zodat als Enzo daar de deur door komt, hij niet in één keer het ziet. Maar de deuren moet openen. En dan pas kan hij het zien. En ik denk dat dat best wel sick gaat worden. Nicole? Lekker. Het andere idee is niet de ballonnen in zijn studio te doen. Maar Lars kwam met het geniale idee om de ballonnen hier op het tapijt te doen. Want als natuurlijk de bekertjes omvallen op het tapijt, daar had ik ook over nagedacht. Dan gaat het misschien niet uit het tapijt. Is het tapijt doorweekt, willen we niet. Dus we barrikeren het hier met bijvoorbeeld deze twee fietsen. En dan allemaal ballonnen erin. En dan krijg je een best wel sick eruitziende kamer. Hier staan bekertjes, hier staan bekertjes, hier helemaal omheen staan bekertjes. Er zijn allemaal dingen ingepakt. Nicole is lekker bezig met het raam. En ik ben met het nieuwe project bezig. Ik ga namelijk met de laatste twee rollen inpakpapier de minibike inpakken. En dat is het laatste onderdeel. Helaas gaat die fiets niet meer, anders was het ook leuk geweest. Maar dan is zo ongelooflijk veel al gedaan. En dan hoeven we eigenlijk alleen nog maar de ballonnen en de bekertjes. Miron heeft me net een appje gestuurd en die heeft gezegd dat ze ongeveer rond 5 terug zijn. Het is inmiddels, even kijken op de telefoon, 4:10. Betekent dat we nog wel eventjes hebben. En we zijn nog super ver. We hebben hier ballonnen. Heb ik allemaal met mijn eigen mond opgeblazen. Daar moeten nog bekertjes, hier omheen moeten nog bekertjes. En dan zijn we eigenlijk zo goed als klaar. Dus het is het laatste proces. En daarna is het tijd voor de reactie. En het allerleukste gedeelte, het opruimen. We hebben het hele gangpad volgebouwd. We zijn aangekomen bij het allerlaatste bekertje. Een lekker scoopie Orbeez. En we zetten hem neer. En boom, dat betekent dat de hele kamer vol staat met bekertje met Orbeez. En dingen zijn ingepakt. Er zijn allemaal post-it notes rondgeplakt. Dit is echt niet normaal insane. Dus heb jij nog geen like achtergelaten, dan weet ik niet wat je doet. Doe dat nu meteen. Volg mij op YouTube hier beneden. Volg zeker ook even Lars. En check ook even Nicole. Want die hebben super hard meegeholpen. En we gaan nu zien hoe Enzo gaat reageren. Laat even weten hoe lang jullie denken dat wij hiermee bezig zijn geweest. Dikke motor, man. Kijk eens, man. Kijk, en dat is die mooie Spider-Man rap. Super nice. Hé Lars, niet uit het raam springen alsjeblieft. Ik dacht, je kon hij wilde uit het raam springen. Hebben jullie zo gemist? Ik dacht, kom je echt naar je toe? Ga je een backflip doen? Nee, tuurlijk niet. Maar dat dacht ik. Dat dacht ik serieus. Nee, dat gaan we niet doen. Dat bewaren we voor een andere keer. Ik heb iets leuks. Ja. Nou, we vinden het zo niet normaal fijn dat we hier mogen slapen en pitten. Ik zie al iets daar bij het raam. Dat we je woonkamer een makeover hebben gegeven. Nee. Jullie hebben er niet alles ingepakt, hè? Nee hoor. Serieus? Ja, makeover in een positieve zin of? Positief. Ja, dat kan je vanzelf maar zien. Ik vind het positief. Ja? Ik vind dat de woonkamer leuker op is geworden, ja. Leuker zelfs? Ja. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Oh nee, sticky notes. Je mag de deur openmaken. Notitieblokjes. Ik heb zo'n gevoel dat ze alles hebben ingepakt. 3. Oh hey. My god. Oh my god. No way! Dit is sick! Wauw! Jullie hebben gelukt dat ik zo lang ben weg geweest. Ja, anders hadden we niet gehaald. Dit is de. Ik vroeg net nog, zijn jullie vandaag nog buiten geweest? Jullie zeiden nee. Nee. Nu snap ik waarom. What the fuck? Al die bekertjes zitten ook vol met Orbeez. Ja, we dachten als het water is en er valt er eentje om, weet je, dan is de hele vloer nat. En nu valt het nog wel mee. Nou, weet je wat het mooie is? Ik hoef hier helemaal niet te zijn. Dit is jouw bed, hè? Ja, je hebt je eigen bed gewoon ingepakt. Ik weet het, maar het gaat om het idee. Wat? Dit is sick, joh. Zelfs de stoelen. En zelfs dat bord. En die piece. Wow, die is best vet eigenlijk. Ja. Die was best nice. Ja, ik dacht, dat ziet er zo sick uit als ik die inpak. Ja, dat ziet er echt oprecht sick uit. Oh, hier zit ook best wel wat geld in van sticky notes en ja? Inpakpapier. Ja. Dat was ook de hele dat ik binnenkreeg. Zei je het voor een video idee? Ik zo, ja. Jij kreeg al zoveel pakketjes binnen. Ik zei, Mees, ga je daar ooit nog wat mee doen? Want al die pakketjes. Kom, nu ga je echt niet verder komen. Kijk ervoor. Hier kom ik niet, of nee, wel? Daar kom ik niet.
Daar heb ik heel veel gebouwd. Oh my god. Ja, die is helemaal vol. Ik weet het. Ik weet het. Je wil daar bovenop, ja. Oh! Hoppakee! Oh, 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 nice! Ja, weet je wat het grappige is? Ik heb dit echt 100 keer op YouTube al gezien dat mensen dit deden. En ik dacht, dit gaat mij nooit overkomen. Nou, ja. Nou, en ik heb heel veel dingen door elkaar gedaan. Inpakken, sticky notes en van die bekertjes. Ik dacht, ik doe alles samen. Kijk hoe je terug gaat komen. Ah, ik heb eerst wel even zin in een koekje. Top. Dit is eng. Dit ja, is eng. Maar spring gewoon op de bank. Buik. Zo, wat ik ook deed. Ligt daar niks onder van laptop of zo? Nee, niet dat ik weet. Niet dat je weet? Alleen hier in de hoek en daar in de hoek ligt de box. Ik kan wel een koekje daar meenemen hoor. Dan spring ik er volop, hè? Ja, ja, ja. Dat gaat goed komen. Nice! Nice! Kijk, nu ben je wel er lekker uit. Ja, ik heb het gewoon gered. Prima. Oh, jezus. Oh. Oh. Er vielen een paar om daardoor. Oeps. Je moet echt uitkijken waar je loopt, ouwe. Oké, okay, later. Later. Het is best gelukt. Het is gelukt. We hebben een goede reactie, Nicole. Bedankt voor het helpen. Maar nu moet dit allemaal opgeruimd worden. Weet je, als Nicole en Lars willen helpen, dan mogen ze helpen. Maar ik heb gezegd dat ik het zelf vooral ga doen. Dus laten we het op gaan ruimen. Vonden jullie deze video nou leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Check ook zeker even Lars. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Later! No, no, no.